Je bent dus eigenlijk gewoon heel erg actief. Ja, ik forceer dat ook. Maar ik ben nog back-up als ik thuis kom. Breda Nu. Afgelopen week is er in Breda Noord een nieuwe beweegtuin geopend. De beweegtuin is ontstaan uit de samenwerking tussen woonzorgcentrum Raffi, Monet Zorg en Beweging, Tuns Gym en de gemeente Breda. De tuin is geopend door wethouder Daan Kwaars samen met medewerkers en bewoners van het woonzorgcentrum. Het doel van de beweegtuin is om de bewoners van de wijk meer te laten bewegen. Vanaf september wordt er gestart met beweeggroepen onder begeleiding voor jong en oud. Waarom is sporten nou zo belangrijk? We zitten hier in een wijk met multicultureel, zullen we hem noemen. Hè? Dat is denk ik de beste benaming. Mensen kennen elkaar niet zo goed meer. Vroeger kende iedereen de buren en nu door alle media denk ik dat dat een stuk minder is geworden. En zien bewegen doet bewegen. En dat zien we dus ook al. En helpt zo'n beweegtuin daar dan echt bij? Ja, dat denk ik wel. Je ziet nu met name uit de naastgelegen straten al mensen komen. Kleinkinderen van de flatbewoners, opa en oma die meekomen, die een praatje maken. Een Turkse mevrouw die een Nederlandse meneer een keer spreekt. En ja, er komen echt al wel leuke contacten uit. Hoe belangrijk is sport nou voor u? Ik sport 3 dagen in de week. En dat doe ik om vooral, men zegt tegen mij als je de Alzheimer-kant, de dementiekant opgaat, moet je zoveel mogelijk actief zijn. U bent dus eigenlijk gewoon heel erg actief? Ja, ik forceer dat ook. Maar ik ben nog back-up als ik thuis kom. En hoe denkt u dat de buurttuin nou dat sportieve gaat toevoegen in de buurt? Ik hoop het. Ik hoop dat er meer activiteit komt in de buurt. Want wij worden allemaal een dagje ouder, dus Ik vind het toch een essentieel punt om actief te blijven. Maar ik heb makkelijk praten en ik heb goede steun van mijn vrouw. Dus die zegt altijd, kom, we gaan wandelen. Of kom op, we gaan dat doen. Dus ik heb geluk wat dat betreft. Gaat u nou ook gebruik maken van die beweegtuin? Ik maak er al gebruik van. Als ik s'avonds mijn wandelingetje ga doen en we lopen hier voorbij, dan gaan we eventjes hier gebruik maken van de tuin. En dan lachen we ze eigenlijk helemaal dol, want er zijn oudjes en er zijn jonkies en er zijn kleine kindjes. En we worden uitgelachen, we worden toegelachen. Het is gewoon geweldig. Het is een aanwens voor deze buurt ook, absoluut. Hebben we hier nou meer van nodig, van deze buurttuinen? Ja, zeer zeker. En ik merk nou ook in Breda dat er toch steeds meer gaan komen. Maar dat kan nooit genoeg zijn natuurlijk. Hoeveel waarde had jij nou aan sport? Ja, het gaat mij niet alleen maar om sport, natuurlijk om sport, hè. Het gaat me vooral om bewegen. En het mooie is van de beweegtuin, de speeltuin die we hier hebben, is die combinatie tussen jongeren en ouderen. Kijk, en jongeren die bewegen, ook niet allemaal, genoeg, hè, maar daar zijn we met z'n allen hard aan bezig. Waar het mij hier om gaat is juist die combinatie jongeren-ouderen. Ja, en hoe fantastisch is het om te zien dat die kinderen zeg maar op een rek staan en dat die ouderen dat ook doen. En dat je op een leeftijd, zoals ik deze mensen net heb ontmoet, op een leeftijd van 84 jaar nog steeds 's ochtends zegt, ja maar luister, ik wil per se bewegen nadat ik 's middags gegeten heb. Ja, dat vind ik gewoon fantastisch om te horen. En dat is geen topsport, maar bewegen is in dat opzicht zeg maar, voor deze mensen net zo belangrijk als sporten.